Het parlement drukt de samenleving op het hart zich te houden aan de COVID-19-maatregelen. In het COVID-19-journaal van vandaag wijst ABO-parlementariër Obed Kanapé erop dat het virus bij een ieder anders kan reageren. Dit moet een signaal zijn voor de bevolking om ten alle tijde voorzichtig te zijn. Evanildo Plein van de NPS zegt dat voorzorg belangrijk is omdat dit virus mensen levens kost. En elke Suriname die sterft aan COVID-19 is er één te veel. En daarnaast ook voorzichtig te zijn met andere mensen om je heen. In een videoopname van mij om de mensen op te roepen om meer verstand te gaan gebruiken op dit moment. In een video met kaing, atendo no fumofu sutang, waar wij meer verstand moeten gebruiken. In plaats dat mensen achter jou aan moeten rennen wat je moet doen en wat je niet moet doen. Adena yulek libisma, fa iwan charis revinanga asiki di kong, fukon kabawi. Want asiki no kondo wantrasani. Asiki na oso aisuku en we zijn hier met 500.000 mensen. If Amandoro na ala die 500 dusus madisi, dat is het doel van COVID-19. En jouw doel is om jezelf op de eerste plaats te beschermen. En als je jezelf beschermt, dan doe je dat ook in dag tot dag. Hey, trust me de ete. En ik moet weten hoe ik omga met andere mensen. Dus ik roep de samenleving op om de maatregelen afgekondigd door de regering te volgen. En natuurlijk de eigen, hoe zou je het kunnen zeggen met een mooi woord. Je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. Let op jezelf. Nogmaals, één dierbare van ons die weggaat is één te veel. Mahinder Yogi zegt dat in bepaalde weken mensen het samenscholingsverbod niet in acht nemen. Hij roept ze op om alle maatregelen ter zake de bestrijding van COVID-19 na te leven. Ik reed gisteren langs en ik zag op een hoek 6 jongens, 7 jongens staan. Toch? Zonder mondkap, zonder niks. Op een afstand van misschien 30 centimeter van elkaar. Ik bedoel, je bent gevaarlijk bezig. Je bent bezig jezelf bloot te stellen aan incubatie, aan ziekte en doe het niet. En dat moet iedereen doen. Elke huismoeder, elke huisvader, elk gezin moet een instructiestrip opvolgen en voldoen aan wat gezegd wordt. En dan gaan we samen in staat zijn inderdaad om COVID beheersbaar te maken. Dan zullen we minder doden hebben in het land. VHP-parlementariër Mahinder Yogi, hij sprak vandaag in het COVID-journaal van de overheid. De parlementariërs vragen de gemeenschap gehoor te geven aan de COVID-19-maatregelen.